Hallo, vandaag zo. Hallo. Hoi. Vandaag ga ik jullie mijn nagellakstash laten zien. Een update ervan. Toevallig heb ik vandaag geen nagellak op, maar oké. De vorige nagellakstash die ik maakte was in april dit jaar. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. En toen zat alles nog in de laadjes van mijn kastje. Inmiddels past dat niet zoveel meer en zit het allemaal nu in deze doos. Deze doos is ook te groot geworden. Nee, niet te groot. Te klein. Ik kan echt niet praten. Ik ga mezelf niet laten zien in deze video. Daar heb ik eigenlijk niet zo zin in. Oké, hij kan eigenlijk al niet meer dicht, zoals je ziet. En dit is dan ook wat je ziet. En ik heb geprobeerd om het netjes te houden. Maar de onderlaag hier staat gewoon allemaal. En dit wat hierboven ligt, moet gewoon liggen, omdat het anders er niet in past. Maar ik ga het gewoon even per categorie doen, zoals ik toen ook had gedaan. Nou, dit is alles. Ik heb het nu allemaal even gewoon ondersteboven gegooid. Dit is al mijn nagellak die ik heb. Ik kan ze nog uitspreiden. Oh, ik zie dit nu echt voor het eerst zo uitgespreid. Wat erg, wat veel. Oh mijn god. Oké, ik ga alles even per categorie voor jullie neerzetten. Nou, deze categorie is bijna alle nagellak weg. Dit is namelijk Catrice en daar heb ik het meest van. Het is dan ook mijn favoriete merk, omdat het gewoon, ja, vrij goedkoop is. €2,50 voor een nagellakje is echt niet veel. En het is gewoon wel fijne kwaliteit. Dus ja, dit zijn mijn Catrice nagellakjes. Er moeten altijd natuurlijk een paar lakjes vergeten worden. En dat zijn deze twee van Catrice. Deze is echt heel oud. Ik heb hier alles in categorieën staan. Wat? 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 Wat ben jij aan het doen? Jij bent aan het filmen. Ja. Dit zijn de kleuren die ik heb van de WC-collectie van Hiram. Dit zijn mijn lakjes van Kors. Dit zijn mijn lakjes van Golden Rose. En dit zijn vooral flakies. Deze twee zijn flakies. En dit is gewoon een effectlakje. Deze zijn van China Glaze. En deze lekt een beetje, zoals je ziet. Het ziet er heel raar uit. Deze zijn wel heel mooi. Pretty. Dit zijn lakjes van Misa. Of Misa. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Deze zijn ook heel fijn. Joppe, leg terug. Leg terug nu. Leg nu. Je ziet dat er nog een beetje uit. Dit zijn de lakjes die ik heb van Orly. En Orly is denk ik wel echt een van mijn favoriete nagellakmerken. Ook al heb ik er nog maar twee lakjes van. Maar dit zijn echt, echt hele bijzondere lakjes ook. Dit zijn de lakjes van Thies Cosmetics. Ik heb er drie van Yves Rocher. Dit zijn mijn lakjes van Essence. Dit zijn er weer wat meer. Hiervan stonden er net ook al een paar lakjes bij mijn Catrice collectie. Maar dat klopte natuurlijk niet. Maar die potjes lijken heel erg op elkaar. Deze dus. Dit zijn mijn elf lakjes. Dit is niet per merk, want hier zit ook Essence bij. Maar dit zijn mijn Crackle topcoats. Deze twee zijn gekocht bij Enchantra. Deze bij Born Pretty Store. Deze van Golden Rose en dit is dus Essence. Dit zijn mijn LA Girl lakjes. Deze zijn ook echt super fijn allemaal. Vooral deze is echt heel mooi, die glitter erachter. Dan heb ik hier nog twee lakjes van Born Pretty Store. Dit zijn ook Catrice lakjes, maar deze zijn echt van de oude collectie. Dus deze verkopen ze nu ook niet meer. Dit is een M&Y lakje. Dit zijn twee lakjes van de Claire's. 2B is dit. Ik heb hier twee Mood Polishes van Born Pretty Store. CAT lakjes, ook heel fijn allebei. Oh, dit is trouwens ook een Crackle. Die had ik niet net bij de andere Crackles gezet. Maar Paris Memories. En die ga ik nu weggooien. Die middelste in ieder geval. Want ik zie nu dat die echt helemaal niet meer goed is. Dit is een lakje van Wild & More. Fun fact. Dit is het eerste product waar ik ooit een review over schreef op mijn blog. Dit is een hele mooie glitter van Pieces. Ik heb een lakje van Isabelle Lancret. Nog eentje van Sans Souci. Dan heb ik er een van de Fancy. Gewoon het blad, de Fancy. Daar deden ze ook, hoe noem je dat, beautyproducten bij. Dit lakje is van Bourjois. Deze komt ook van Born Pretty Store. Deze zit in een flesje van Catrice, maar dit is een nagellak die ik zelf heb gemixt. Volgens mij is dit een combinatie van Snow Motion van Catrice en My Blue or Green van Catrice en nog een kleur, maar dat weet ik allemaal niet meer. Het is dus een hele lichtblauwe kleur geworden. Ik vind deze heel mooi. En tot slot de topcoat en basecoat die ik gebruik. Out the Door topcoat en Sally Hansen Diamond Strength basecoat. Wat ik nu ga doen is voor de grap even alles tellen wat hier ligt. Mijn bed ligt helemaal vol, maar oké. En dan ga ik jullie straks laten weten hoeveel nagellakjes ik eigenlijk in totaal al heb. Oké, ik heb alles geteld.
En mijn stash bestaat uit 117 nagellakjes. 117 dus. En dat is best wel aardig wat meer dan de vorige keer. En ik ben ook bang dat deze niet allemaal meer in deze doos passen. Maar nee, dit was dus mijn nagellakstash. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En ja, tot de volgende keer. Doei hè. Doei.